Goedemorgen, het is vandaag zaterdag, het is bijna 9:30. Ik wacht op Esma, we hebben om 10 uur hebben we zaktraining. Ik ben echt kapot, ik ben zo moe. Maar ik heb redelijk vroeg geslapen, alleen ik moest om 6:15 was ik wakker geworden om te bidden. En toen ging ik doorslapen, maar ik werd elke keer wakker, dus ik kon niet echt meer goed slapen. En nu, zoei. Ik heb geen pre-workout op vandaag, ik ga koffie drinken. Anders is het te veel van het goede. Ik ben Natalia. Nee, ben ik niet. Ben ik thuis. Maar ik ga jullie mijn gym outfit laten zien. Jullie gaan stuk. Ik ga gewoon zo sporten. Ik ga een vest aandoen. Een grijze. Dit shirtje is van Nike. Dit is van H&M. Mijn legging is van de Pri. En mijn schoenen zijn Adidas. En ik ga even stuk maken in de gym, jongens. Jullie gaan niks begrijpen. Trouwens, het is echt super slecht, maar ik heb gisteren maar een liter water gedronken en dan de hele dag niks. Ik ga aanhouden om... Gaan mijn gordijnen open. Wow, shining! Maar ik ga proberen aan te houden om echt 1,5 liter tot 2 liter water te drinken elke dag. En dan even kijken hoe dat gaat. Wij zijn net klaar met zaktrainen en ik ben echt kapot en de zon schijnt. Held op mobiel. Of wat wacht jij? Ja, ik ga gewoon in de auto. Ik ben kapot, ik kan niet eens meer normaal staan. Ik moet echt mijn auto gaan wassen, man. Ik kan echt niet meer. Ja, nu zijn we omdat de zon schijnt. Ja, man. Dan valt het mee. Maar het is zo kroes, echt. En ik heb zo pijn. Voor iedereen die het zich afvraagt, ik doe het bij Vatsomsport en dat is in Rotterdam, in Oost. Maar ik ga meestal, ik zou op maandagen, woensdagen en zaterdag gaan, want dan geeft zo'n gast Chaka les. Het is ook zijn sportschool en hij is echt psychisch goed gewoon. Je gaat kapot. Sowieso, als je daar niet zwetend uitkomt, dan ben je echt gek. Maar mensen, het is echt fijn om zo'n training achter de rug te hebben. En dan ben ik echt, ben je niet blij dat je bent gegaan? Jawel, ik ben blij dat ik ben gegaan. Maar ik ga wel even zwaar mijn auto wassen, want ik kan echt niet. Je ziet mij zeker, sorry man. Kijk mijn hoofd, ik vind het helemaal niet erg wat jullie mij momenteel zien. Horen jullie de muziek op de achtergrond? Ik heb mijn camera erbij gepakt van... Le frustratie. Horen jullie deze le muziek achter mij? Ik weet echt niet of jullie het horen. Kijk hoe mijn hoofd eruit ziet. Your girl is vandaag zo vroeg opgestaan. Gewoon keihard sporten. En ik heb één gekke buurman. Die heeft elke zaterdag zijn vissa. Vissa in zijn tuin. Iedereen mag komen. Iedereen! Ik heb letterlijk elk liedje van Boef. Van SFGB. Van Broer. Ik heb alles gehoord. Justin Bieber. Krijtsmuziek. Ik heb alles gehoord. Ik kan hier niet tegen. Ik kan hier niet tegen. Ik ben al niet op mijn mooist vandaag. Hij moet mij niet meer chagrijnig gaan. Het lukt mij niet. Het lukt mij niet. Trouwens, kijk mijn wenkbrauw. Ik heb ze geverfd. Haha, dat wil ik even zeggen. Ik voel mij zo comfortabel om mij gewoon zo fucking ugly te laten zien. Want ik weet, als ik wil shinen, straal ik net als een diamantje. Ook mijn Irakese neus. Ik ga jullie gewoon de ergste van de situation laten horen. Is he joking with me gewoon? Kijk hoe ik eruit zie. Deze creatie moet je nu gewoon laten slapen. Oh, mijn armen zijn wel dun geworden van het sporten. Hahaha. Maar wat moet ik hiermee dan? Wat moet ik hiermee? Als iemand mij een tip kan geven, laat het me alsjeblieft weten in de comment sectie. Cause I don't know gewoon meer. Kijk eens wat ik binnen heb gekregen. Ik heb letterlijk alleen maar zwarte tassen, echt. De bovenste plank van mijn kast zit alleen maar vol met zwarte tassen. En ik had nog geen beige tas. En nu heb ik hem wel. En ik vind hem super mooi. So happy! Ik
sta hier zeg maar voor die sfeertje op de achtergrond. Maar het lijkt me echt super leuk om een keer een schoenencollectie of zo. Of een make-up stash. Ik wil niet al te veel stash video's filmen. Want ik vind dat dat een beetje geleidelijk moet komen met de vlogs. Maar als jullie me even in de comment sectie laten weten wat voor video jullie zouden willen hebben. Heel graag. Kijk, dit kan echt niet. Ik voel mij één gekke Marokkaanse shakeka. Zubida, dit kan echt niet. Ik ga dit eventjes... Nou oké, doe even normaal. Ik ga dit eventjes fixen.